Hallo allemaal, ik heb er vandaag echt zin in, want nu gaan we een grote stap vooruit maken. Je ziet hier dat ik al iets heb gemaakt, een steen. Ik heb hem ook genoemd steen geel. Ik laat je zien hoe ik hem heb gemaakt en wat we ermee gaan doen. Eerst maar even wissen. Zo. Ik maak een nieuw active object aan. Zo, ik geef hem dus de naam steen geel. En ga hem nu even mooi maken, zoals ze het noemen. Als je wilt kun je met me meedoen. Je mag ook zelf wat tekenen. Laat hem wel ongeveer even groot zijn, dat scheelt later. Ik hou deze breedte aan en ik maak mijn steen 15 hokjes hoog. En ik gebruik daarvoor ook de hokjes die je op de achterkant ziet. Want die zijn even groot als 1 pixel in dit geval. Ik maak een hokje aan. Zo een gesloten. Ik pak op 1, 2, 3, 4 de geel van boven. En vul hem dan 15 hoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Heel mooi. Nou ga ik met de lijn knoeien. Hier dus. En dan pak ik hem 3 lager. 1, 2, 3. En ik begin onder in het hoekje te tekenen. En ik teken hem precies scheef. Zo tot het midden. Qua hoogte dan, qua midden. Je kunt het ook zien, dan krijg je een heel mooi scheef lijntje. Dat doe ik hier in spiegelbeeld. Zo. En dan verbind ik de beide lijntjes aan elkaar. En het onderste vlak vul ik. Zo, krijgen we dat. Dan ga ik weer verder met een lijn. Nu maak ik een hele lichte. Daarvoor pak ik de tweede van boven. En dan ga ik bovenin bijna hetzelfde doen. Niet helemaal. Ik pak niet het bovenste hokje, de bovenste pixel, maar 1 lager. En die ga ik dan doen precies hier naar dit midden toe. Als je dat goed doet, zie je ook hier een geel lijntje met daarboven nog de oorspronkelijke kleur. En hier doe ik dat in een spiegelbeeld. Zo. Hop. En oh, dat doe ik niet in spiegelbeeld. Mijn fout. Het gaat alleen om de rechterkant. Sorry. Zo. Ik ga aan de linkerkant ook zoiets doen. Alleen met een ander kleurtje. 4, 5, 6 pak ik daarvoor. En ook niet de bovenste. Dit is niet goed. 1 overslaan. En daar vandaan, daar naartoe. Ja. Ook vullen. Klaar. Nu heb ik mijn steen. Dit hele gedeelte is leeg. Dat hoeft van mij niet. Dus ik heb op het crop knopje geklikt. Het ging heel snel, denk ik. Ik laat het nog een keer zien. Als je op crop klikt, wat je dan doet, is alles wat, als je het geselecteerd hebt, alles wat buiten het selectiegebied valt, dat knipt hij eraf. Hij maakt het plaatje dus kleiner. En heb je niks geselecteerd, zoals nu, dan haalt hij alles weg wat er buiten past, zolang hij maar een rechthoek overhoudt, waarin alles valt. Dus als ik nu op crop klik, pats, haalt hij de lege dingen weg en heb ik puur dit. Ik klik op oké en dan hebben we weer mijn gele steen. Die gele steen is van belang. Ik wil uiteindelijk graag dat mijn dat hier allemaal steentjes komen te staan die ik met het balletje kan wegtikken. Dat is het hele idee eigenlijk. Net zoals in het originele plaatje. Kijk, als je dit plaatje bekijkt, dan zie je het ook allemaal stenen, ook verschillende kleuren zelfs, maar dat doen we in deze les niet. Goed, ik pak die ene steen, ik zet hem hier wat naar links, je zult zo meteen wel zien waarom. En belangrijk iets, je kunt een steen kopiëren, dupliceren en klonen. Nou, kopiëren en dupliceren is bijna hetzelfde. Klonen en dupliceren, dan ga ik er gewoon daar het verschil even tussen uitleggen. Dan weet je automatisch ook wat kopiëren, dus dupliceren inhoudt. Als je een object kloont, dat is net zoals een mens, alsof je een mens zou klonen, of nou, denk aan een tweeling. Je hebt twee vrij identieke mensen in principe, en toch kunnen ze zich heel anders ontwikkelen. Ze kunnen anders van elkaar worden. Een duplicaat van iets is altijd exact hetzelfde. Wat je ook doet met het ene, dat heeft die andere ook. Wat de ene kan, kan de andere ook. Zo werkt dat met een duplicaat, zo werkt dat niet met een kloon. Een kloon lijkt heel erg op elkaar, maar is toch verschillend. Een duplicaat niet. We hebben dit ook gezien met die balletjes in eerdere lessen. Als je meerdere balletjes had, dan zei ik al, je moet ze klonen, niet dupliceren. Nu gaan we juist wel dupliceren. En ik laat je ook zien wat er dan gebeurt. Ik klik op duplicate en dan krijg ik een minuutje. In dit menu kan ik aangeven hoe vaak ik hem wil dupliceren en hoe ik de boel wil neerzetten. Kijk, dat is handig. Rijen. Hoeveel rijen wil ik? Ik wil 5 rijen. Hoeveel kolommen wil ik? Rijen dus van links naar rechts. Dus er komen nu 5 onder elkaar. Hoeveel kolommen wil ik? Nou, volgens mij moet het 10 wel passen. Ik ga het even proberen.
Oh ja, joh, dan kunnen we veel meer dan 10. Nou, niet nog een keer 10. Laten we eens 6, 17 misschien? Niet of 7 proberen. Ik doe dit even ongedaan. Ga ik nog een keer dupliceren doen. Tipje 5, 17. Even kijken hoe dit eruit ziet. Ja, ja, dat vind ik mooi. Blijf het ruimte aan de zijkant. Nu selecteer ik even alle gele tegelijkertijd. Dat doe ik niet hier vandaan, want dan klik ik op de teksten of wat dan ook. Dus vanaf de linkerkant kan dat heel mooi. En dan selecteert hij alles wat er binnen valt. Hup. En daar moet ik ze even wat mooi neerzetten. Zoveel mogelijk in het midden. Dat moet ik een beetje op het oog doen, ben ik bang. Nou, hoe lijkt dit? Ja, ik kan wel een beetje naar rechts. Kan ik ook met de pijltoetjes doen. Ik heb twee naar rechts geschoven. Ja, dat ziet er vrij goed uit. Ziet er mooi uit. Nou, je snapt natuurlijk het idee wel. Ik wil graag, en dat doet hij nou nog niet, dat als dit palletje beweegt en die raakt een van die gele dingetjes, dat het gele dingetje gaat weggaat. Dat die verdwijnt. Dat zou mooi zijn. Dan heb ik echt een spelelement. En dat is makkelijker dan je zou denken. Het gaat weer om een botsing. Als ik nou naar die achterkant ga, naar die event herf, dan denk je waarschijnlijk, oh nee, 17 keer 5 is 85 van die gele steentjes. Jawel. Komt dat dan allemaal in die kolommetjes bovenin te staan en moet ik dan voor elk van die steentjes, wat een gedoe. Je hebt gelijk, dat is heel veel gedoe, doen we ook niet. Hoeft ook niet. Dit is het verschil tussen klonen en dupliceren. Als je dupliceert, dan gaat het programma ervan uit dat die dingen echt hetzelfde zijn. Dat je er hetzelfde mee doet en dat ze hetzelfde kunnen. Dat betekent dat als ik naar de achterkant ga, dat er maar één geel steentje te vinden is. Eentje maar. Hé, hoe zit dat dan? Nou, ik leg het je uit. Eerst ga ik even de mappen dicht doen die ik nu niet nodig heb. Zo. Let op. Als ik nu doe een botsing, ja, tussen het balletje, een collision en de gele steen. Wat de computer nu eigenlijk hoort, omdat het gaat om heel veel gele steentjes, maar wel duplicaten van, oké, er gebeurt nu iets met dit gele steen, met één van die gele steentjes. En wat ik hier ook neerzet, dat heeft dan ook te maken met dat gele steentje, welke van die 85 het dan ook is. Dus als ik nu zeg van, ik heb die twee die raken elkaar en dan wil ik dat deze gele weggaat, dan klik ik op destroy, helemaal onderaan, dan wordt hij echt vernietigd. Dan weet hij, als het balletje een gele steen raakt, een bepaalde gele steen, bijvoorbeeld steen 15, weet ik het, dan moet steen 15 worden gedestroyed. Zolang het maar in dezelfde regel is. Als ik hieronder dan zet van, nou, always, doe geel steentje, dan weet hij niet welke. En dan doet hij het met alle gele steentjes. Maar omdat er in de voorwaarden, als dit dan, omdat daar een bepaalde steen al wordt aangehaald eigenlijk, gaat hij met die steen wat doen. Dit werkt dus in één keer voor 85 stenen. Mooi, hè? Kijk maar eens. We zijn er nog niet, kan ik je wel vertellen. Let maar op. Wat hij nu doet, boom, ja, leuk idee. Zie je wat er fout gaat? Wat er eigenlijk nog zou moeten gebeuren? Hij doet exact wat ik zeg. Hij raakt de gele steen aan en de steen is weg. Maar dit wordt wel heel makkelijk. Wat ik wil, is dat als hij een geel steentje raakt, dat het balletje stuitert. Terwijl het steentje als het ware ontploft. Oh, dat is een leuke, die ga ik uitproberen. Goed, nou ik zou twee dingen kunnen doen. Ik kan zeggen van, hier in deze regel, als het balletje het steentje raakt, zodra het gebeurt, moet het balletje stuiteren. Dat zou een hele realistische manier van denken zijn. We gaan het elke keer doen, maar ik heb ontdekt dat dat niet altijd goed werkt. Om redenen die ik niet helemaal snap. Hup, hij pakt er toch in één keer 3. In plaats van 1. Hij stuitert nog even door, als het ware. Maar ik heb ontdekt wat je kunt doen om het op te lossen. Dan maak je een kopie van de hele regel. Of alleen van dit in elk geval, collision. Die sleep ik hier naartoe. Goed, het eerste wat er moet gebeuren, verander de regels ook even volgorde, dus ik zet er eigenlijk één voor. Voordat hij dat gele blokje vernietigt, moet hij al stuiteren. Dat doet hij hier dan tegelijkertijd en op een of andere manier, dan gaat het niet altijd goed. Als ik het na elkaar zet, wel. Als ik zeg, oké, het rode en het gele blokje raken elkaar,
Dan moet u stuiteren. Movement bounce. En daarna staat nog een keer. Als we elkaar raken, dan moet u hem destroyen. De computer die gaat van links naar rechts in het algemeen en van boven naar beneden. En daar maak ik nu gebruik van. Zo weet ik zeker dat hij echt eerst het ene doet en dan het andere. En dat er een heel klein beetje tijd tussen zit. Nou, nog een keer proberen. Kijk, dat is wat ik bedoel. Tja, in principe heb je nu al een heel erg leuk werkend spel. Je hebt alleen, en dat mist nog een beetje, niks waarvan je zegt van, hey, en stel nou dat ik ze allemaal weg heb. Wat dan? Wat dan? Nou, dat is een leuke voor de volgende ronde.